We zijn op zoek naar een stel zakkenrollers dat begin februari toesloeg in Maarsen. Een man van 78 doet boodschappen bij de Lidl. Hij betaalt met zijn pinpas en heeft helaas niet in de gaten dat iemand meekijkt als hij de code intoetst. Niets vermoedend gaat hij naar huis. Daar aangekomen wordt hij aangesproken door een man en een vrouw die hem de weg vragen. Een truc die we wel vaker zien, hè Jacqueline? Ja, zeker. Dit verhaal begint dus als het slachtoffer boodschappen gaat doen bij de Lidl in de Reigerskamp. Want als het slachtoffer dus rustig zijn boodschapjes aan het uitzoeken is, dan komt dit stel dus de winkel binnen. Als eerste de man. En daarna komt er nog iemand binnen die hebben we onherkenbaar gemaakt. Die hoort er niet bij. En hier is de vrouw. Die hoort er ook bij. En in de winkel zoeken ze dus hun slachtoffer uit. En als die gaat afrekenen, gebeurt er dit. De vrouw die leidt dan de cashière af. En hier rechts onderin zien we dus haar handlanger. Want die kijkt de pincode af. Dus een echt een goed op elkaar ingespeeld stel, zullen we maar zeggen. Ja, precies. En daar heeft op dat moment helemaal niemand iets van gemerkt. Dat werd afgekeken, die pincode. Nee. Het slachtoffer gaat dan op weg naar huis. En eenmaal thuis wordt hij aangesproken door diezelfde man en die vrouw. Ja, inderdaad. En die man die heeft dan een wegenkaart bij zich en die vraagt dan de weg aan het slachtoffer. Hij vraagt dus waar de bushalte is. Nou, het slachtoffer geeft er ook netjes antwoord op. Die wijst het aan op de kaart en dat is ook het moment waarop dus zijn portemonnee wordt gerold. Ja, en dan op naar de volgende stap, de pinautomaat. Ja, ze pinnen bij de ING-automaat bij de Albert Heijn. En daarna, later, verschijnen ze dus weer in beeld bij de ABN AMRO-pinautomaat in het winkelcentrum Bisonspoor. En hier zien we dus de vrouw meteen naar de automaat lopen. De man die blijft verderop even op de uitkijk staan, is daar aan het bellen. En zij is goed in beeld in ieder geval. Ze pint hier voor 1200 euro. Ze heeft een blank tot licht getinte huidskleur, zwart haar, een rode jas en dan die opvallende muts. Hè? Ja. Dat is met zwart-witte letters, het Amsterdam-muts met flapjes bij de oren. En die man die is blank tot licht getint, heeft zwart haar en droeg dus een half lange grijze jas. Ja, hier een duidelijker plaatje van die muts die de vrouw droeg. Best een opvallend exemplaar. En bijna, ja, niemand zal u op straat aanspreken met een wegenkaart. Hè? Dat is geheid een truc. Opgepast dus voor dit stel. Herkent u ze of heeft u ze ergens gezien? Meld het dan via een van de tipnummers.